Snor, oké. Nou doet hij het. Ik heb een kroon in mijn snor. Hij zat net ingezoomd en ik heb een stylus in mijn bakken. Deal with it. Nou ja, ik heb een appel in mijn handen. En hij heeft een appel in zijn handen. Als hij denkt dat dat een appel is, laat hem het maar gewoon denken. Oftewel, hij zit in een hele andere wereld. Ik heb een Pokémon outfit aan. En... Oké, okay, waarom kietel ik mijn eigen neus met een veer? Ik denk dat dit maar één ding kan betekenen. Weer een evenement! Dat moment dat het goed is dat je dood bent gegaan. Ah! Mijn kop staat in brand! Kom hier, jij bavianen! Nee, ik wil niet mijn kont weer in de fik hebben. Ik ben Pokémon aan het doen, zoals jullie kunnen zien. Pokémon Moon. En dit is Vaporeon. Hop. Ja, kom, laten we gewoon zo een let's play maken. Miss me. In je gezicht. In je gezicht. Misschien moet je je torch pakken, dan zie je tenminste wat meer. Kom hier, Hagrid. Ik heb je nodig. You're a wizard, Gregory. I have a wand now and it's a flaming stick. Doe een spreuk! Een spectro patron! Jongens, ik zie jullie bij het evenement van vandaag. Ik ga even verder met Pokémon Moon. Dus weer scène, staal ik mijn microfoon. Ik ga een unboxing doen. Want vergeet niet, dit is in. Ja, leg jij het maar uit, daar ben jij goed in. En. Wat moest ik uitleggen? Met die trading card. Trading. Ah, wij gaan hier een trading card game doen. Kun je het uitleggen, want echt het Magikarp, zijn brein is waarschijnlijk in hem terechtgekomen. Nou. Karp! Die hebben al genoeg die enge shots. Ja. Hoi! En dit is Nathalie, die is ook een judge. Hoi! Gelukkig, ze zegt nog hoi. Nou, dit heeft onze Mumee net gehaald. Eventjes, niks meer Magikarp, niks meer Magikarp. Kijk eens. Ja. De secret is oud, meneertje Magikarp. Hey, ik heb altijd al gezegd dat ik ze ook leuke Pokémon vind. Maar Magikarp is altijd nog mijn grote vriend. Dus in ieder geval, dat is een hele mooie kaart die daar ligt. Ja. We gaan dadelijk ook zeker de regels nog uitleggen hoe dat het precies werkt. Ja. Dus, want ik zie dat de tafel alweer gejat wordt. Ik wil even kijken. Nee, de achterste tafel, die wordt weer gejat. We zeggen niet dat jij je had. Probeer iets op te biechten. Nee. Mijn leven is gejat. Zijn schuld. Oké, voordat wij de unboxing video gaan doen. Dit is eigenlijk best wel komisch, want dit is post-commentary. Ja, het was eigenlijk de bedoeling dat ik dus zou uitleggen hoe dat het zou werken. We zien hier de spelers en ja, volgens mij is Lisanne de ene en Magikarp trainer, onze Mumee, die ken je natuurlijk wel. En het was dus de bedoeling dat ik uit zou leggen hoe dat het spel gaat werken, maar ik ben totaal niet tevreden over mijn audio commentaar, want ik kan geen audio commentaar doen en camera.
op dezelfde moment. In ieder geval, ze hebben de decks geschud en ze moeten hier de coinflip doen. Om te kijken wat om te kiezen wie dus gaat beginnen. En Erik paalt gigantisch met die coinflip. Maar ja, ik leg dat dadelijk al verder uit. In ieder geval, weer een coinflip. Gaat bijna tegen de hartstikke aan van een ander. Dat maakt niet zoveel uit. Maar daar komt dus een coinflip. Die keuren wij goed. Dat is kop. De zwarte kant is munt. En ja, Erik die kiest hier wie dan eerst gaat. En Erik kiest dan om als eerste te gaan. Dus de bedoeling was dus om als eerste dit een beetje uit te gaan proberen te leggen. Mijn audiocommentaar was zo erg slecht dat ik doe gewoon post-commentary. Wat hier de bedoeling is, nou het begin van het spel. Je begint met 7 kaarten te trekken. Heel erg simpel eigenlijk. Bij de meeste spellen, bij de meeste kaartspellen, zover ik weet, is het 7 kaarten trekken. En degene die als eerste mag, die mag dan een kaart trekken. Maar die mag die nou nog niet gelijk bij dit spel pakken. Want ja, hier werken de regels wel anders. Ze moeten een actieve Pokémon zoeken. Een actieve Pokémon moet een basis Pokémon zijn zoals nu een foto in beeld gaat komen. Want nogmaals, ik heb heel erg slecht met kaarten. Ik heb het niet echt goed uitgelegd. Ze moeten een basis Pokémon hebben. Dat kan een EX Pokémon zijn, kan gewoon een basis Pokémon zijn. Maar dit zijn dus basis Pokémon. En die moeten ze dus face down neerleggen. Nou, op het moment dat ze dat hebben gedaan, mogen ze de prijzen neerleggen. Hoe prijzen uitgepakt worden, dat leg ik dadelijk uit. Maar ze moeten 6 prijzen neerleggen en dan gaat de battle beginnen. Mocht een speler nou geen basis Pokémon hebben, dan moet hij zijn hand laten zien aan de tegenstander. En dan moet hij zijn hand terugschudden in zijn deck en opnieuw trekken. Dit heet een mulligan. Op het einde van de mulligan, dan mag er dus een extra kaart getrokken worden, eventueel. Nou, hier laat ik dus een kaart zien, maar who cares? Ik leg het nou lekker anders uit. Goed. Zoals we weer al eventjes bij de kaart of naar de map gaan kijken, zien wij aan beide spelers de kant een bench liggen. Hier mag je dus ook weer Pokémon neerleggen. Zoals we dus hier zien, kunnen wij dus heel erg mooi Pokémon al opzien. Dat is dus ook een basis Pokémon die daar ligt. En deze bench die mag dus gevuld worden met maximaal 5 Pokémon. Die kun je vanuit je hand gewoon op de bench leggen. Mocht je actieve Pokémon uitgeschakeld zijn, dan heb je dus een Pokémon die je dan weer gelijk neer kan leggen. Goed, nou is het de beurt als volgt. Als je aan de beurt bent, mag je dus een kaart trekken. Dat hebben ze hier al gedaan. Dan hebben ze dus verschillende opties die ze mogen doen. Ze hebben namelijk een energiekaart die geplaatst mag worden. Itemkaarten. Ik zie hier toevallig dat er nou een itemkaart en een energiekaart wordt geplaatst. Ik ga beginnen over energiekaarten. Energiekaarten zijn gewoon basic energiekaarten. Die leg je gewoon daar neer. Dat is een basic energie. Mag ik wel even een basic energie? Dankjewel, editor. Nou, en een basic energie die zorgt er dus voor dat een Pokémon aanvallen eventueel zou kunnen gebruiken. Mag ik heel eventjes de Pokémonkaart nog een keertje die je net hebt gebruikt? Dank je. Zoals je dus kan zien, kun je hier zien aan wat voor energie dat hij nodig heeft, hoeveel energie dat hij nodig heeft, welke aanval dat je kan doen en hoeveel dat die aanval op dat moment doet aan de andere Pokémon. Hierboven zien we namelijk de HP van een Pokémon. En de HP is hoeveel klappen dat een Pokémon kan hebben voordat deze uitgeschakeld gaat worden. Nou, dus we hebben schade, we hebben HP. Special effects die een kaart kan hebben, staat allemaal op de kaart geschreven. Dus dat verwijst zich een beetje zelf. Als een Pokémon is uitgeschakeld, dan gaat hij naar de discard pile die wij dus hier zien bij de spelers. En de discard pile, op het moment dat de Pokémon dus is uitgeschakeld, komt hij met alle energie en itemkaarten die er dus aan toe zijn gevoegd op de discard pile. En dan mag dus de tegenstander, degene die dan de Pokémon heeft uitgeschakeld, mag dan een prijskaart pakken. Dit geldt voor bij EX kaarten. Nog een keer even een EX voorbeeld. Als deze uitgeschakeld wordt, omdat die hebben enorm veel HP, dan ja, mag er dus 2 prijskaarten gepakt worden. Dus zo werkt het een beetje. Nou, dan heb je dus de beurt. Nou, in de beurt mag 1 energiekaart per beurt aan je Pokémon geven. Je mag itemkaarten mag je spelen. Je hebt ook supporterkaarten. Dat staat er boven geschreven. Supporter. Deze mogen maar 1 keer per beurt gespeeld worden. Dus je mag niet 2 per beurt spelen. Dat spreekt voor zich. Dus zo werkt eigenlijk een beetje de kaartsetup. Nou, en dan voordat je beurt eindigt, kun je dus een aanval doen, mocht je Pokémon genoeg energie hebben. En dan doe je dus schade of een effect tegen je andere Pokémon. Over het terugtrekken gesproken, ik vind het heel grappig dat ik dit nu uit aan het leggen ben. Ik knip er wel eventjes doorheen, want echt het beeld, dat is gewoon een beetje achtergrond op het uitleg van. Terugtrekken, mag ik zeggen heel eventjes die mooie basis Pokémon er heel bij? Natuurlijk pak ik een Eevee, hè. Dus, dit is een hele andere, who cares. Terugtrekkosten werkt als volgt. Als je een Pokémon terug wilt trekken, dan staat er onder retreat kost. Dit zijn kleurloze energie. Dat geldt voor elke energie. Dat heb ik. Dat zul je wel bij andere kaarten heb je dat ook al gezien. Terugtrekkosten die werken als volgt. Je moet zoveel energiekaarten discarden van die Pokémon voordat je hem terug kan trekken naar de bench.
en dan een andere Pokémon weer neer kan zetten. Dit mag maar één keer per beurt, mag je niet oneindig blijven doen. En ja, zo kun je dus je Pokémon wisselen, mocht dat nodig zijn. Dan ga ik ook heel eventjes naar dat we die kaarten nog heel eventjes bij hebben over zwakte en weerstand. Weakness en resistance. Zwakte op een Pokémon zwak is tegen, dat zien we eigenlijk hier op het speelveld heel erg goed, gras tegen vuur. Zoals we hier kunnen zien, als het dus een zwakte is, dat type kaart doet 2 keer zoveel schade tegen dit type Pokémon als normaal. Dus zou die 30 doen, dan doet hij nou 60. Gewoon het dubbele, heel erg simpel. En weerstand doet helaas niet halveren, zou wel een beetje in balans zijn, maar dat doet niet halveren. Dat haalt gewoon 20 schade van de schade die zo'n Pokémon zou doen op dat moment. Dus zo kijk ik dat een beetje. Goed. Nou, de manieren waarop dat je dit spel kan winnen. Nou, er zijn 3 verschillende manieren waarop dat je dit spel kan winnen. En ik vind het eigenlijk wel grappig. Want de tegenstander die Mumei dus hier voor zich heeft. Ja, dat is dus voor een van die... die is echt gefocust op een van die doeleinden. Terwijl dat de meeste zijn eigenlijk gefocust op zo snel mogelijk alle prijskaarten te pakken. Op het moment dat je alle prijskaarten hebt gepakt, heb je het spel gewonnen. Dus zo werkt dat een beetje. Komt er weer zo'n kaart in de lucht. Ja, ik zie nou ondertussen live footage en ik moet daar nog gaan knippen. Dus heel raar, maar dat maakt niet uit. Ik doe mijn best hier. Ik probeer hier footage te redden. Goed. Op het moment dus dat alle prijskaarten zijn getrokken, dan degene die alle prijskaarten heeft, die heeft dan gewonnen. Nou, optie nummer 2 is, stel je voor dat er nou een Pokémon is uitgeschakeld en die speler heeft geen nieuwe Pokémon om op de basis neer te leggen. Dan heeft de speler ook automatisch gewonnen. Dus dat kan ook nog wel eens voorkomen. Gebeurt soms, niet vaak, maar dat is dus ook een manier om te winnen. Nou, de derde manier om te winnen, dat is als de tegenstander al zijn kaarten uit zijn deck heeft kunnen trekken en dus bij het begin van zijn beurt geen nieuwe kaart kan trekken, dan verliest die speler en wint dus de tegenstander. Dus zo werkt dat ondertussen een beetje. Nou, we zijn dus nog flink bezig, er wordt hier dus veel gebattled. Nou, vraag ik mij af, heb ik iets vergeten van de regeltjes? Want ik heb een beetje uitgelegd hoe dat... dan zien we ze hier allemaal spelen. Dit is een mooi shot. Wauw. Dit ziet er gaaf uit. Nou, in ieder geval, ik hoop dat ik hier nou een beetje alles heb uitgelegd van de Pokémon Trading Card regels. En mocht je nog vragen hebben, laat het zeker weten in de reactie. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Dus, doe even hoi zeggen. Hi Jeroen, even zwaaien. Ja, jij ook, mag ook even zwaaien? Nee, doe je niet zwaaien? Ah, die achtersten die zijn er ook heel erg gefocust bezig hoor. Maar ja, het tournament, het was heel erg leuk. Jeroen, mocht je dit kijken? Ik moet zeggen, ik vond het jammer dat je een heel thematiserend deck hebt die je te vaak hebt gezien. Echt een tournament deck. Dit was eigenlijk meer voor fun bedoeld. Maar ach, het maakt niet uit. Zolang dat we maar plezier hebben gehad, dat is natuurlijk het belangrijkste. Goed, in ieder geval, dit was de uitleg. Ik ga jullie niet langer ophouden met de Trading Card Game zonder audio. Want dat was eigenlijk alleen maar bedoeld om dan uit te leggen. Wij gaan gewoon naar een unboxing video, want daar zitten jullie allemaal op te wachten. Dus edit eruit.
Thank you.
Dus is mijn stem al behoorlijk naar zijn grootje, omdat ik net de klotegein heb uitgehaald bij het podium met de loterij. Toch heel erg hard de nummers nog eens een keertje mee te gaan schreeuwen. Maar ik ga jullie nog heel eventjes meenemen, want we hebben nou... Ja, wij hebben dus... Stop, eventjes. Jullie hebben blikjes. God, wat doe ik dat toch goed met editen? Wie? Mario's... Die is gek. Maar... Met knetter! Nee, hartstikke aardige mensen. Kom je verder tegen. Kijk, hoi zeggen. Hoi. Ja, hartstikke leuk. Dan staan jullie ook op YouTube. Oh, dankjewel. Ja, dus we zijn een leuk kanaal. Dus, nou, dank jullie wel. Maar gaan we weg gaan bouwen, want hij gaat zo sluiten. Dus ik ga nou even jullie snel mee nemen naar René. Want ja, jullie hebben dus de tournaments gezien. Dus hij is half. Nou, hij is nog helemaal half. Is hij nog? Kijk, heel stiekem, ze hebben het nou niet door. Dan komen ze dadelijk achter als ze de video kijken. Ze hebben het nog steeds niet door. Hij daar is René, met een zwart shirt. Dan heb je ook nog een met wit shirt, die hoort er ook nog bij. Hele mooie ruggen, ze hebben het niet door. Maar het hoort er stiekem nog bij.
Nou, dan zal ik jullie heel eventjes nog stiekem de stand even laten zien. Kijk. En we hebben dus niet alleen Pokémon-kaarten, we hebben dus ook echt gewoon figurines, bordspellen hebben ze erbij zitten. Dus losse kaarten, die zijn ook op de website te vinden. Jullie weten het, hè jongens, de website staat in de beschrijving. Dus ben je nieuwsgierig, ben je op zoek naar een kaart, ga rustig heel even kijken op die website. We zijn echt heel erg belangrijke gesprekken aan het voeren. Zo, hé, ze negeren mij voorkomen. Kijk hier nou, ze hebben zelfs nog hele leuke van die tasjes. Ze hebben ze ook nog heel gaaf van lezen hetzelfde. Oh, ik ben er helemaal fan van. Nou, beschermhoesjes natuurlijk. Maar zelden player, we hebben dit allemaal al gezien op Tomo, of niet op Tomo, maar bij First Look. Ja, maar echt, een blijven dat gewoon leuk doen. U kunt hier... Kijk nou eventjes naar dit bord. Kijk nou eens naar de cosplayers. Die zomaar in één keer voorbij komen lopen. Hallo! Maar goed, dan gaan we eventjes weer terug op de focus. Dus Yu-Gi-Oh! Blijkt dus ook... Ik speel totaal geen Yu-Gi-Oh! Maar ze hebben het wel. Evolutions, de nieuwere... Oh ja, zoals ik al zei, ik zag Snorlax, maar ik zie hem nou niet. Verder hebben wij voor een aparte video, die is mede mogelijk gemaakt door René, een Venusaur EX en een Tinbox. En dan zou ik even kijken of ik hem hier toevallig tussen zie staan. Ja, deze... we gaan niet naar prijzen kijken. Deze Tinbox. Ja, die andere is zoveel, dan zou die... Ja, het zal wel. Luister eens, hier zijn hele fair prijzen, maar die doen we dus ook heel erg mooi unboxen. Goed, nou, de Big Bang Theory. Nou moet ik heel eventjes achter de schermen en ik mag dat. Zo niet, dan doe ik het toch. Nee. Wat doe je achter onze stand? Ja. Ze hebben dus ook Legend of Zelda merchandise. Ik echt. En doen ze overal netjes alles op internet bijhouden. Nou, er staat hier genoeg op voorraad. Eventjes zo'n beetje achter de schermen, zo stiekem. Stiekem achter de schermen, mag niet. Hij heeft me door. Sst. Kijk eens. Sst. Hashtag. Sst. Gewoon hashtag. Sst. We maken er gewoon een hashtag van. Ik serieus, ze hebben overal Monopoly van tegenwoordig. Echt geweldig dit. Dus... Ik ben gewoon door jullie stand aan het rekenen. Kijk, René, hij heeft me door. Hij heeft me eindelijk gezien. Nee, ik sta in verboden gebied. Hè? Tot de stand. Shit, wegwees jongens. Jongens, ik ga heel eventjes... Ja, even knip. Goed, ik ga dadelijk nog eventjes de slot doen. Het is 5:00, ik ben back af. Maar ik sta gewoon hier in de t-shirt en denk je bij je eigen van man, het is vriest -3 ondertussen. Ik ken het. Maar goed, ik zie jullie dadelijk nog. Graffiti. Graffiti. Zoiets, ja. Ik heb geen idee. Maar het is altijd ons drie die dan zo... Ja, hier heb je onze thumbnail. Oh. Thumbnail! Moeten we dan eigenlijk een beetje draaien tot je die stand daar niet bij hebt? Gewoon draaien. Moet ik helpen? Draaien. Is dat nog net naar je beeld, nou? Met je kerp. Ja, Frank komt eraan, dus... snel wegknippen. Ja, met z'n allen. Kom maar. Nick, kom erbij! Nick! Erbij komen! Nick, kom erbij! Nee! Nee! Hier komen, ja! Daar hebben we Nick! Hier komen, ja! Ik ga wel hard lopen, hè? Daarom, nou, we hebben in ieder geval onze thumbnail. Yep. Beste kijkers, we hebben dus echt gefocust op Trading Card Game. Er was veel meer te doen. We hebben daar heel veel stands. Jullie hebben net de René stand gezien. Dus incognito. Heel erg incognito. We zijn er ondertussen aan het afbreken daar. Maar wij hebben dus gefocust op de Trading Card Game. Ik zie me eerst, mijn bedje jankt ondertussen helemaal in mijn nek. We hebben een unboxing video gedaan. Ik zie mezelf niet eens. We hebben een unboxing video gedaan. We hebben een tournament. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb uitgelegd. Nogmaals, mocht je vragen hebben, laat het weten in de reacties natuurlijk als je daar tijd voor hebt. Ja. Ja, en weet je wat, om het nog eventjes af te sluiten. We hebben het in het begin een beetje een paar scènes gezien. Leukste moment, ik op virtual reality. Gregory's console in de fik. Om het af te sluiten, hier komen dus ook nog een paar om het leuk af te sluiten. Heeft niks te maken met Tomofan, maar het komt er gewoon nog even bij. Binnenkort is er nog een extra unboxing video. Vind je de unboxing video's leuk? Laat eventjes weten wat jouw favoriete booster pack is. Misschien kan ik daar inderdaad ook nog een leuke unboxing van maken. Moet wel recent zijn. Belangrijk. Ja. Want anders komen we op je af met de lepel. Jongens, bedankt voor het kijken.
Heb je het leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. En wij hopen jullie te zien in de volgende video of bij de volgende con. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Hij is stil. Doei! Wow. This is a jumpscare. Ja. 'n beetje zo, ja, oké. Nou, wat hebben we? Wat hebben we hier? Wat is het? Ik ga gooien. Ik heb Boni. Kan ik hem in de fik zetten? Dan hebben we vuurboni. Oh mijn god, hi. Oké, nou heb ik eens een boek. Ik wil dat boek lezen. Ga weg. Hallo, ik sta er niet goed voor, dank je. Bone feather potion bread in an altar set ablaze, burning wards of the dead. Ashes fall on sunless maze. Volgende pagina, ik wil dit hoofdstuk. En dan boven wordt klinkt dat ding. Kom op. Nou, je zei, het was toch zo moeilijk om te mikken, hè? Zo makkelijk, zei je. Oh, nice. Kijk, professional. Ja, ga ik toch eventjes een beetje zo, richting die muur. Hoe heette die elk weer? Ja, joh. Luister, zie jij al die dingen? Zoek het even. Oké. Nou, gaan we zo even lekker teleporteren. Zo. Gezellig. Ik kan het zo niet lezen, jongens. Brothers, come seek me. Want er ligt die treasure. Ik heb die kist even wat dichterbij schuiven. Het is nou niet echt een bepaalde plek waar ik even rustig een boekje wil gaan lezen, maar goed. Ik bedoel, die kuil die zit heel erg aan mijn kop te trekken nou. Hoorde dat. Onder de gordel, maat, serieus. Oké. Hoi, Jochie. Nee, jij gaat mij niet. Auw! Blokkeer ze aanvallen. Oeh. Nou, zijn ze waar ik met jou zwaar tegenhouden. Ah. Oké. Gewoon realistisch. Hey, je hebt hem neer. Auw. Het deed wel pijn. Ja. Je helft komt automatisch langzaam terug. Maar je kan bijvoorbeeld je appel opeten om sneller te healen. Ja, daar. Daar, ja. Hoi, audience. Dit is mijn zwaard. Het is niet de master sword, maar het is mijn zwaard. Hij is een beetje krom geraakt en een beetje klein, maar... Hoezo is hij krom geraakt? En hij heeft een donutvorm. Ja. Donutvorm? Hoezo? Ze zitten hem gewoon te dissen, dat snappen jullie ook wel. In ieder geval, eens even kijken, wat hebben we hier? Troep. Nog meer troep. En nog meer troep. Kijk! Ik hoorde dat. Ja. Nou, dan gaan we gewoon de trap op. Hij wil gewoon echt dat ik... Er gaat hier nou iets komen, dat weet ik zeker, want anders zou hij de camera niet pakken. Oftewel, ik ben nou bang voor mijn eigen camera. Zo erg is het. Hoi, geef het aan mij. Jesus! Danny! Ja, hier! Hier? Kijk naar een spijtje, Ja, Oh, pas erop, hè! Auw! Mooi neergehaald. Maar ja, er gebeurde inderdaad wat. Die moest er heel veel in beeld bij komen.